Hello guys and welcome back to my channel. It's your girl Amide here, and just in case you're just seeing me for the very first time, you're welcome to join us here. So guys, today we'll be reacting to Amina Villahan, yes, the interview and Oh Holy Night. This was at Gelderland Week. That's nice. It's always a pleasure getting to hear Amira speak and getting to hear what she thinks and her thoughts and all that. So let's take this one away and hear what Amira has got to say here. Het is weer tijd voor oliebollen. En zeker straks met Oud en Nieuw zullen die weer als zoete broodjes over de toonbank gaan. Over de ideale bol praat ik met de beste oliebollenbakker van Gelderland, Hendrie Jonker. Die ook al een paar keer zelfs, Nederlands kampioen was. Monden vielen open van verbazing toen Amira Willehaven in 2013 op 9-jarige leeftijd een opera ging zingen in Holland's Got Talent. Een jaar of 5 geleden verhuisde ze met haar moeder en broer naar Zuid-Afrika. En nu is ze even terug in Gelderland om te praten en te zingen bij ons, onder meer. En steeds meer mensen voelen zich onveilig in Doetinchem, omdat geweld voor jongeren vaker voorkomt. Wat er aan te doen is, bespreek ik met raadslid Rosa Giessen en met Patrick van Til. Hij heeft zelf vroeger vastgezeten voor geweldsdelicten en is dus een ervaringsdeskundige. Welkom bij de Week van Gelderland. Ja, met een paar spectaculaire optredens won de toen 9-jarige operazangeres Amira Willehaven in 2013 Holland's Got Talent. Het zette haar leven volledig op zijn kop. Ze werd wereldberoemd met filmpjes, met een filmpje van haar auditie. En dat is meer dan 20 miljoen keer bekeken. Ja, ik moet blijven zitten, anders zou ik om te gaan staan al die jaren. Ja, sindsdien is er heel veel gebeurd. Je bent naar Zuid-Afrika verhuisd, hebt overal op de wereld opgetreden. Dat is een enorme carrière. En je bent nog maar 18, hè? Nog maar, ja. En nu dus voor een tijdje weer even naar Gelderland, naar Nijmegen, waar je geboren bent. Wat mist hij aan Nederland eigenlijk? Of mist hij helemaal niks? Oh, heel veel. Ik heb echt heel veel liefde voor Zuid-Afrika. Ik voel me daar thuis. Maar nu dat ik weer terug ben, heb ik echt heel veel dingen gemist. Onder andere die lekkere kroketten, bitterballen, frikandellen, oliebollen natuurlijk. Oliebol. Maar ook die mooie wegen zonder gaten en fietspaden. Wow, en er is altijd elektriciteit. Dus zulke dingen zijn wel fijn. Ja, ja. En de schildpadden toevallig? Oh ja, mijn twee schildpadden. Ja, die zijn echt groot geworden. Ja, want je bent weggegaan en die schildpadden heb je achtergelaten. Dit was vroeger nog, hè? Ja, ze waren zo klein. Ze zijn nu zo dik. Dik? Ja, breed. Maar je houdt nog wel van ze? Ja. En herkennen die jou dan, na al die jaren? Ik hoop het wel. Wel, ze zijn een beetje bijterig, maar dat waren ze altijd al. Dus. Ja. Hoe ziet je leven er nu uit in Zuid-Afrika? Wel, ik ben zo pas klaar met school, gelukkig. School is heel leuk, maar het is wel heel veel werk. Dus het was een combinatie van school en ook optreden, maar natuurlijk wat minder. Want als je school bent, je kunt niet zeggen, ik ga voor 2 maanden weg op tour. Nee, dat mag niet. Dat kon helaas niet. Maar school was ook een hele leuke tijdperk van mijn leven. Maar nu ga ik wel een tussenjaar nemen. Ik weet niet wat je dat hier noemt. Om op te treden? Ja, om me te verdiepen in muziek en echt bezig te zijn met muziek, verrijken in muziek, op te treden, optredens te kijken. Ja, ja. Ah. We zagen het net ook een man. Yes, so I'm interested in that. Weet je dat? Een man? Heb je hem? Ja, ik. Oh, ja, mijn vriendje, oh, daar zijn. Oh, dat is jouw vriend. Ja. En daar zing je dan regelmatig voor, of niet? Ja, hij zit vaak in het publiek. Oh. Ik zing geen slaapliedjes voor hem. Niet voor, nee. Hij is hier weer. Nou, hartelijk welkom ook vanuit Zuid-Afrika in Nederland. De eerste keer, of niet? Ja, ah, mooi. Even dat zingen en optreden. Wat betekent zingen nou nog voor jou? Na al die jaren, hè? Kun je dat vertellen? Ja, ik voel mijn talent. Ik weet dat het talent van God is. En dat voelt eigenlijk ook een hele grote verantwoordelijkheid. Dat ik het echt moet bewaren, beschermen en ook met de wereld moet delen. En voor mij is het mooi om te zien
welk impact muziek heeft op mensen. Dat brengt mensen bij elkaar, geeft hoop en liefde. Dat is echt mooi. En wat is die impact dan? Wat merk je aan mensen als je optreedt? Soms zitten ze wel te huilen. Ja. Soms lijken ze heel blij. Ik denk echt dat brengt zekere gevoelens op. Of het nou geloof is, of het nou liefde is, of het nou kracht is. Dat muziek kan enige gevoel opwakkeren. En ja. Als jij zingt, wat maakt dat dan bij jou zelf los? Oh, wauw. Heel veel. Het hangt natuurlijk af welk liedje. Maar ik voel, het brengt mijn geloof op. Het brengt mijn liefde voor mijn familie op. En natuurlijk mijn liefde voor muziek. Ja, ja. Je hebt het al vaak over het geloof gehad, hè? Ja. Dat, is dat altijd geweest? Ja, toen ik 7 was, toen heb ik ontdekt dat ik kon zingen met YouTube. YouTube is echt een prachtig iets. En toen had ik een ervaring, het is moeilijk om het te beschrijven, maar van dat ogenblik wist ik dat ik een verantwoordelijkheid had, maar ook dat ik echt gezegend ben. Dus dat is echt belangrijk voor mij. Ja, en ja. Dus moet je ook, is het een soort verplichting bijna om mensen blij te maken of te raken met je muziek? Het gaat bijna vanzelf. Want ik geniet het zo om mensen te zien genieten. Ja. En ik geniet van muziek. Dat wij die cadeau van muziek hebben gekregen is echt heel speciaal. Jouw stem is nu natuurlijk anders dan toen je 9 was. Hè? Hoe heeft die zich ontwikkeld? Wauw, ja, dat was heel interessant. Het begon met... en nu heeft het ook een beetje die lagere register ontwikkeld. En ja, je moet het goed blijven oefenen... En nu hopelijk een ja, mooie omvang. Hoog en laag. Ja, dus het gaat de goede kant op. En je bent nog maar 18, hè? Kijk je nog wel eens een beetje van de bovenkant of van een zijkant, je weet ik wel, naar je eigen leven en denkt van, hoe is het toch mogelijk? Dat... Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Soms, ja. Want ja. Het is echt een achtbaan van emoties. Het is geweldig om op zo'n positie te zijn waar je zoveel mensen kunt bereiken. Soms is het natuurlijk wel een beetje eng. Zoals enig iets in het leven maar eng kan zijn. Wat is er eng aan zingen dan? Zingen meer ook die aandacht dat je krijgt. Want natuurlijk, heel veel mensen zijn echt... Ja, ga zo door. En oh, je bent echt geweldig. En sommigen zijn echt van... You suck. Maar denk je dan ook van... Ja, ze hebben wel een punt. Ik ben behoorlijk geweldig. Ja, ik geloof dat... mijn kracht komt niet net uit mezelf. Dus ik ben zeker wel geweldig. Ja... Niet echt op mijn eigen. Wow. Nou ja, dus wat jij kunt, dat is een talent dat je gekregen hebt. Ja. En jij wil mensen blij maken. Je wil ook kinderen blij maken. Gelukskinders. Dat is een stichting. Want speeltuinen bouw je in townships in Zuid-Afrika. Ja, omdat mijn moeder in Zuid-Afrika geboren was, gingen we daar vaak naartoe. En ik denk vooral in Nederland, op bijna elke hoek van elke... dorp en zo zijn er echt veel speeltuinen. Mijn mooiste herinneringen van mijn kinderjaren zijn in die speeltuinen waar je echt lekker plezier kunt hebben. En in Zuid-Afrika is het wel schrikwekkend om te zien dat er zijn er niet weinig, bijna geen. En die kinderen zijn ook vaak ook in armoedige huizen. Ja. Er is veel geweld en misbruik. Dat is niet een veilige omgeving om in groot te worden. En die speeltuin is niet net om in te spelen, maar dat dient half als een ontsnapping uit die huiselijke omstandigheden. Om gewoon een beetje een kind te zijn. Want je werk als een kind is om te spelen. Hoe hoor jij dit eigenlijk, Patrick? Want ik bedoel, jij had misschien ook wel willen ontsnappen af en toe aan het huis. Ik had wel willen, ja, maar dat was ook de reden dat ik zoveel op straat was. Dat ik wou ontsnappen, of ja, ontsnappen. Ik wou zijn waar het gebeurt. Je wilt onderdeel ergens van zijn. Dus, dus je snapt het wel. Jawel. Dat kan wel helpen. Ja. We gaan even naar de Vendag en het concert dat je gaat geven. Hè? Op 18 en 20 december, kerstconcert, Vendag. Wat gaat er gebeuren? Dus 18 december is een kerstconcert. Ik samen met Anne Keizer, die hele mooie pianist. En dat is in de Kattendans in Bergijk. Aanvangs 2 uur en er zijn nog kaartjes. Oh, oké. Okay. Yeah. En jij gaat zingen, allemaal mooie aria's en... Ja, het is echt een kerstconcert, dus het gaat ook veel kerstliedjes zijn. Er zit ook wel een Italiaanse bij, voor Italiaanse liefhebbers. Dus, en dan hebben we de Vendag nog, hè? Oh ja, kunnen we mensen allemaal handtekening krijgen en zo? Oh ja, ik heb er al een paar gezet. Ja. Ja, en verder, wat doen jullie dan?
Ja, het gaat een quiz zijn met een paar interessante vragen over mij. Bijvoorbeeld wat mijn favoriete snack is. Dat zijn donuts natuurlijk. En dan ook een veiling waar je een paar leuke artikelen kunt kopen. En dan natuurlijk foto's. En ik ga er ook wel een paar liedjes zingen. Ja, net als hier nu bij ons. Ik wil je vragen naar het podium te gaan. Oh, ja. En dan zeg ik nog even dat dat kerstconcert dus zondag 18 december is. Om 2:00 in de Kattendans in Bergijk. En de fandag is op 20 december van 4 tot ongeveer 10:00 in zalencentrum De Hoendrik in Herveld. En nu gaat Amira Willighagen voor ons zingen. En wat ze gaat zingen is Oh Holy Night. Wow. Oh Holy Night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and our soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder Amira Willighagen, wat hoog, wat mooi, dankjewel. Ja, dit was de Week van Gelderland alweer. We hebben 2 weken vakantie, maar op 6 januari dan beginnen we weer. Dus dan is er een nieuwe week. Tot die tijd een hele fijne periode, fijne verkerstdagen, hele gelukkige, gezellige jaarwisseling. En heel veel lekkere, verrukkelijke oliebollen natuurlijk. Wij hebben er een heleboel voor het hele publiek, dus iedereen mag aan de oliebollen. U thuis ook. Dankjewel. Tot de 6e januari. How they feel about the audience, the fans, and the music. And it is so beautiful to know that Amira is still herself. Like that little girl we watched was so 7 years old
audition is still like showing her brightness, her true self, her genuinity, and her love for music and the people that appreciate her work. This is amazing. And she has grown into a very beautiful, beautiful young woman. I'm looking forward to what she will do. Like, I'm so happy that her parents or her family were able to preserve and ground her. Oh, this was beautiful, guys. Let me know your thoughts in the comment section. And her voice has developed so much well. I love it. Like, I see her going so big, like bigger than we ever imagined. Guys, let me know your thoughts in the comment section. And don't forget to like and subscribe till I come here next time. Take care. Don't forget to always be happy and don't worry. Bye.